Hoi mensen van het Goede Leven, ik ben eindelijk klaar met het uitprinten en inbinden van het boek. Dit is uiteindelijk de cover geworden. Die heeft Kasia ontworpen. Ik heb hem ingebonden, de hoekjes bijgewerkt. En de achterkant die is nog leeg, daar zouden we eventueel nog onze namen kunnen zetten. De ondertitel ben ik nog niet aan toegekomen, dus die kan ik misschien morgen op mijn werk nog eventjes onderzetten. Als ik het nu doe, dan ben ik echt bang dat ik spelfouten ga maken. We hebben ook een mooi schutblad gemaakt, Anna en ik. Zie je, dus nu zit hij gewoon stevig in elkaar. Als je hem open doet, dan zie je dus dit. En daarna dan ontvouwen zich deze pa twee pagina's. Dit is Daniel en dit zijn de vier kinderen die hem gaan toespreken. Dus ik heb dit zo geïllustreerd, zodat je zit dan al in een groepje en dan is het wordt ook meteen duidelijk, visueel duidelijk, dat er gesprek gaat plaatsvinden. Dit is de intro en daarin wordt uitgelegd hoe de winkel van Daniel in elkaar zit en wat precies zijn problemen zijn. We hebben dus geconcludeerd dat het niet echt problemen zijn, maar meer zorgen. Illustratie erbij. Tjoep. Waarna er dus vier kinderen naar hem toe komen die zijn hun mening geven of hun ervaringen vertellen over zijn winkel en over ja, hun ervaring met boeken en lezen. En zij stellen hem dus uiteindelijk ook gerust. Dit zit nu eventjes omdat de pagina's nog niet drogen. Ze vouwen nog niet helemaal netjes in. Er zijn vier kinderen: Mandy, Jaden, Noah en Alyssa. We beginnen met Mandy. Als je de pagina openslaat, dan ontvouwen zich letterlijk zijn zorgen voor hem. En Mandy die vertelt dan haar verhaal. En daarna komt Noah, hetzelfde. En Noah die heeft een leuke bijdehand opmerking, want alle kinderen hebben een eigen karakter. Noah, dat is een klein verlegen jongetje, maar die heeft wel een heel mooi verhaal over hoe hij voorgelezen wordt door zijn ouders. En dat zijn vader vroeger ook Pinkeltje las en dat Jaden dat nu dus samen ook met hem leest. En dan heeft Alyssa ook nog haar ervaring over de winkel zelf en wat die voor haar betekent. Zodat ook duidelijk wordt dat die fysieke winkel van Daniel echt heel erg belangrijk is. Na met de kinderen gepraat te hebben, ligt hij dan ook vrolijk in zijn bed. En zorgen zijn van hem weggenomen, waardoor hij zich weer helemaal licht en vrolijk voelt. En hij fladdert dan zo weg naar het dromenland. Zo plop, 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 plop. En daarna is er nog even een afsluitingsberichtje. En dat was het boek. Dus dat kunnen we dan gaan voorlezen. Wat Daniel ook in zijn winkel zelf doet. Dus als we iets van een kussen kunnen meenemen en ik neem een knuffel mee, dan gaan we gewoon aan hem voorlezen en gaan we hem helemaal geruststellen dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. En uiteindelijk kunnen we hem zelfs dit boek geven. Oké, dan vouwt dat weer zo terug. Als jullie nog suggesties hebben voor de presentatie zelf, dan hoor ik het graag en dan ga ik nu naar bed. Welterusten, mensen!